Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video, want in deze video ga ik mijn drie beste foundations uitlichten voor de gecombineerde tot vette huid. Dus heb je wel eens last van een glimmende T-zone als je make-up draagt en wil je daar snel vanaf? Blijf dan eventjes kijken, want met deze drie foundations houd jij je glimmende T-zone voortaan helemaal onder controle. Elke foundation ga ik beoordelen op basis van drie aspecten, namelijk de prijs, de textuur en hoe lang de foundation blijft zitten. En ik wil graag beginnen met de eerste foundation en dat is de Maybelline Fit Me Foundation. En ik heb deze in de kleur 105. Dit is een hele fijne foundation voor de normale tot gecombineerde huid. En de prijs hiervan is €3,95 via de webshop van Luxe Plus. De textuur van deze, hij is makkelijk te verdelen. Hij is volgens mij op waterbasis. Dus hij is wat vloeibaarder en kan dus ook makkelijk met de kwast over het gezicht worden verdeeld. Hoe lang deze foundation blijft zitten? Ik zou zeggen van ongeveer 6 tot 8 uur. En als je totaal niet wil glimmen, dan moet je hem tussendoor nog wel een keertje bijpoederen. Sowieso poeder ik elke foundation af die ik gebruik. Dat kun je ook zien in mijn vorige video's die ik daarover heb gemaakt. Ik heb een vette huid, dus bij mij gaat de glans op een gegeven moment er wel doorheen komen. Maar ja, voor €3,95 doet die over het algemeen wel heel goed zijn werk. De tweede foundation die ik voor jullie heb, is een foundation die jullie wel vaker voorbij hebben zien komen. En dit is mijn all-time favorite. En dat is natuurlijk de L'Oreal Infallible 24-Hour Matte Foundation. En de reden dat ik jullie twee kleuren laat zien is omdat ik qua huidskleur hier precies tussenin zit. En ja, de prijs van deze is €6,95 op Luxe Plus. En de textuur hiervan is wat droger dan de Fit Me Foundation. En daarom zou ik ook willen adviseren om deze aan te brengen met een beauty sponsje. Hoe lang deze blijft zitten, dat is gewoon verbazingwekkend lang. Ik ben iemand die 's ochtends vroeg mijn foundation opdoet en eigenlijk daar de hele dag niet meer naar om wil kijken. En ik kan je zeker garanderen dat als je deze afpoedert op de manier zoals ik dat doe in mijn vorige video's, dat deze zeker wel 12 uur lang blijft zitten en echt mooi blijft zitten. Test hem zeker eens uit als jij last hebt van een glimmende T-zone. En laat even eens weten hoe jij hem vond. De derde foundation is een foundation uit het wat luxere assortiment van cosmetica. En dat is natuurlijk de Estée Lauder Double Wear Foundation. En deze heb ik in de kleur 1 en 2 Ecru. Hij zit in een glazen potje, dus hij is wel wat zwaarder om mee te nemen. Maar deze foundation kun je via de webshop van Luxe Plus kopen voor €29,95. Ik zou je wel allereerst even willen adviseren om dus langs te gaan bij een andere parfumerie of cosmeticazaak of warenhuis. Waar je je kleur goed kan testen, want ze hebben enorm veel kleuren. En het is op het begin best wel lastig om de juiste kleur daartussen te vinden. Dus test hem eerst even uit. Vind je de juiste kleur. En daarna kun je ermee aan de slag. De textuur van deze foundation zit eigenlijk tussen de eerste twee producten in. Hij is niet al te vloeibaar. Maar hij is ook niet al te droog. Dus ja, hij is wel wat dikker. Net als bij de L'Oreal. Maar het is niet zo dat als je hem op je hand doet, en je even zo doet dat hij al gelijk helemaal hier zit. Nee, hij is wel, het gaat wat langzamer. Hij is wel dikker qua structuur en textuur. En hij dekt ook heel erg goed. Dus het is wel zaak om eerst met een pompje te beginnen. En dan langzamerhand op te bouwen. In plaats van dat je 4-5 pompjes doet en het over je gezicht heen doet. Want dit dekt zo erg. Dan lijkt het net op een plakkaat. En dat moet je gewoon niet willen. Hoe lang deze foundation blijft zitten is ongeveer 12 uur voor mij. Ik heb een vette huid, ik poeder hem af wederom. Ik zal hem ook wel een keer laten zien in de video. Ik vind wel dat deze foundation een hele mooie finish heeft. Een wat natuurlijkere finish dan de foundations die ik hiervoor heb laten zien. Maar ik denk dat je daar dus ook wel de prijs voor betaalt. Dus als je op zoek bent naar een wat luxere foundation met een heleboel kleuren voor een wat gecombineerde of een vette huid met oneffenheden, dan is deze foundation zeker weten een aanrader. Dit waren mijn drie beste foundations voor de gecombineerde tot vette huid. En mocht jij nou een foundation op het oog hebben
die ik nog niet heb genoemd of nog niet heb getest. Laat het dan eventjes weten. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer. Doeg!